Tentexamen, zet je één ploeg en allebei hopelijk naar de Spelen. Voor jou zou dat de eerste keer zijn, voor jou inmiddels de derde keer. Welke dag heb jij met rood omcirkeld in jouw agenda, Jutta? Ik moet zeggen, ik weet niet eens welke datum het is. Nee? Nee, ja, ik ben echt gewoon zo bezig met mijn proces. Al zou ik echt zo het doel hebben staan en dan moet het gebeuren. Ja, ik ben daar niet zo van. Ik heb echt zoiets van, ik moet alleen maar groeien, beter worden. En als ik dan gewoon er moet staan, dan sta ik er. En jij, Koen? Ik weet welke week. Weet jij het maar al wel wanneer... Ja, bij mij is het gewoon het kwalificatietoernooi. Het Olympisch kwalificatietoernooi tussen kerst en oud. Dus je hebt ook niet de dag van de 1500 meter op te spelen. Weet je gewoon welke nee, ja, voor mij is het ligt wel iets anders, hoor. Dat, ik moet echt eerst echt een... ik moet mijn beste toernooi rijden bij het OKT. Dat is het Olympisch kwalificatietoernooi. Bij ons is het niveau zo breed. En top 5 wereld is ook top 5 Nederland tegenwoordig. Dus ja, dat... daar moet je gewoon top 2 rijden. Ja, want praten jullie al wel over de Spelen? Jij bent er dus 2 keer geweest. Hebben jullie het daarover? Nou, we zijn een team samen gestart en dit was het einddoel. Ja, nee, maar vertel je haar over de ervaringen, wat je daar hebt meegemaakt. De laatste ervaring was niet zo heel positief, hoor. Daar was ik heel ziek. Maar daar was ze bij, met telefonie natuurlijk, FaceTime. En, ja, ze maakt me dagelijks mee, dus... ik denk dat ik onbewust best wel veel dingen vertel. Maar het is niet zo dat we plannen om over de Olympische Spelen nu te gaan praten. Wat is haar grootste valkuil richting de Spelen toe? Die heeft ze niet. Nee? Dat is allemaal perfect. Nee, Jutta is gewoon, is gewoon heel sterk. Is altijd goed. En dat is haar sterktepunt. Dus constant. Constant. Zwaktepunt zie ik niet heel erg. Ik denk dat ze inderdaad gewoon de rust moet bewaren, dat het is. En dat ze juist van haar eigen kracht moet uitgaan. En dat doet ze eigenlijk al. Want zij is eigenlijk bijna elke grote wedstrijd altijd goed geweest. Altijd podiums winnen, records. En als ze die lijn doorzet, dan gaat ze iets moois doen. Ja. Hey, Jutta, is dit nou voor jou een andere seizoenstart dan de voorgaande jaren, nu het een Olympisch jaar is? Ja, die vraag krijg ik heel vaak. En ja, het antwoord is eigenlijk... nee, want ik leg mezelf altijd al zoveel druk op. En ik vind elk seizoen al heel belangrijk. Misschien ook omdat ik nog best wel nieuw ben in het schaatsen. Dat ik mezelf al zoveel stress opleg bij eigenlijk al bij een NK, een plaatsingswedstrijd, een WK. Dat ik gewoon al best wel onder druk kan presteren eigenlijk. Dus ik zie het natuurlijk als een heel belangrijk seizoen. En de Spelen en goud winnen, daar is natuurlijk mijn allergrootste doel. Maar het is niet dat ik nu zoiets heb van... oh, ik kan die druk niet aan. Want toen je net wereldkampioen was geworden op 1000... zei je al van, ja, nu ik dit al heb meegemaakt... je bent begin, je moet nog 23 word je in december. Ja. Dan is eigenlijk alles, als je dat hebt meegemaakt... Europees en wereldkampioen, daaronder valt natuurlijk tegen zilver of brons. Ja, dat was het eerste wat ik door mijn hoofd ging. Ik dacht, yes, maar ik dacht, oké, hierna is alleen maar goud alleen maar goed. Want Precies. Ik heb een hele stap overgeslagen. Ik had nog nooit een World Cup gewonnen. Ik had nog nooit podium gehaald op een WK of zo. Ik was alleen Europees kampioen, dus toen was ik wereldkampioen. En toen had ik een hele stap overgeslagen. Dus toen dacht ik, ja, een zilver of een brons... zou ik nooit echt meer zo blij mee zijn. Ik had er toen nog blij mee geweest, maar... Dat vergroot de druk, kan ik me voorstellen. Ja, voor mezelf voornamelijk. Ik ben niet heel erg bezig met de druk van buitenaf... maar dan wil ik zelf ook mezelf weer overstijgen eigenlijk. Dus ja, ik leg mezelf altijd aan. Want jullie hebben net in Insel die trainingswedstrijden gedaan. Dan kom je die zomer uit, dan zie je natuurlijk alle andere ploegen ook. Voel je dat de andere meiden op jouw afstanden naar jou kijken? Voel je dat ze meer op jou gericht zijn? Ik weet het niet. Ze mogen kijken van mij. Ja, ik reed gewoon goed ook. Dus. En ik kijk eigenlijk niet naar hun. Dus. Nee. Want... ging het goed in Insel? Ja, ging goed. Ja, ik reed mijn hart al. Dus. Koen, hoopgevend? Ja, Jutta liet hoog niveau zien. Ik zelf ook. Het gaat de goede kant op. Ik liet de dingen zien die ik graag wilde zien. Het brak wel helaas tijdens mijn testwedstrijd mijn ijzer. Maar ondanks dat ging het hartstikke... Brak je ijzer door kracht? Nee, dat gebeurt nou eenmaal. Ik ben al wat ouder, dus ik rij ook al wat op een wat ouder setje schaatsen. Dan dat gebeurt soms. Ja.